eerst op school. Toen gebeurde iets met mij. Zoiets had ik nog nooit gevoeld. Ik keek naar haar en zij naar mij. We wisten heel goed wat het was, maar we stonden maar te staren. Ging ik naar haar of zij naar mij? Of liet ik het bedaren? Wat kon ik haar nou vragen? Wat kon ik voor haar doen? Hoe kon ik haar behagen? Ik vocht met mijn fatsoen. Ja, dit had wekenlang geduurd. Het kon zo niet meer blijven. Ik bleef een tijdje uit haar buurt. Wie weet komt zij wel naar me toe. Maar niemand anders had het lef haar even te benaderen. Ik dacht ik wil de eerste zijn en vroeg haar maar meteen. Ik had het maar te vragen, ik had het maar te doen. Ik hoefde niet te zagen, ze liep zelfs naar me toe. Ik had het maar te vragen, ik had het maar te doen. Ik hoefde niet te zagen, ze liep zelfs naar me toe. Ik had het maar te doen. Ik hoefde niet te zagen, ze liep zelfs naar me toe. Ik had het maar te vragen, ik had het maar te doen. Ik hoefde niet te zagen, ze liep zelfs naar me toe.